Goedemorgen, het is vrijdag, weekend, niet dat het veel uitmaakt, want ik heb in principe altijd wel weekend, of juist helemaal nooit weekend, maar goed, dat maakt niet uit, voor de officiële termen is het weekend. Ik heb zometeen een afspraak, daar moet ik naartoe, dus ik moet me klaarmaken en dat soort dingen, dan ga ik wel weer terug naar huis. Ik denk dat ik dan eventjes ga editen, als ik daar nog tijd voor heb. En dan heb ik een afspraak om eventjes te gaan kijken voor de props voor de fotoshoot. Ik heb nog steeds geen model, nog steeds verder niks, whatever. Dus ik ga vandaag goed kijken in de stad. Wat was dat? Want we moeten toch iemand hebben. Dus ja. Maar het is wel leuk om ermee bezig te zijn. Al ben ik echt out of my mind stressed voor andere dingen. Dus ik kan me er heel weinig op focussen. Maar dan is het wel goed dat ik vandaag gewoon een hele dag heb om daaraan te wijden. Maar eerst nog mijn eigen dingen. Zit er nou een spin in mijn kamer? Ik kan de diepte niet zien. Oh nee, gelukkig. Het is maar een stofdingetje. Tjoe! Ja, ik had gisteren dus... Nee, wacht. Laat ik eerst mijn verhaal afmaken. Ik weet nu al niet meer wat ik wou zeggen. Wat wou ik zeggen? Ik weet het niet meer. It's gone. Snel afgeleid en gone. Maar goed. Ik had dus gisteren dat er een spin uit mijn gang, zeg maar, kwam. Want ik had zo'n doos van Ikea. Zo'n cassette. Wow, die thee was echt hard. Maar die had ik in elkaar gezet. Die had ik al een hele tijd op mijn broodbakmachine liggen. Die heb ik gisteren in elkaar gezet. Maar toen ik hem oppakte, kwam er zo'n hooiwagenspin uit, weet je wel. En ik kon hem daarna niet meer vinden. Dus ik dacht even dat dat het was. Maar goed, laat me heel even kijken wat ik zei. Dan ga ik even verder met mijn verhaal. En zo niet, als het niet boeiend was, dan zien jullie me wel bij het ontbijt. Dit is mijn ontbijt van vandaag. Looking fancy! Het doet me een beetje denken aan sushi eigenlijk, de kleurtjes. Maar goed, het is een bagel, obviously. En het is tomaat met een beetje zout en balsamico azijn. En ik heb echt vet lang opgezocht of glucose stroop vegan is. Omdat er staat glucose fructose stroop of whatever. Maar ik denk dat ik safe ben. Ik denk dat it's all good. Ik hoop het. Ik heb net bij de natuurlijke winkel deze gum gehaald. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ga het proeven. Oeh. Oh. Deze kauwgom doet me echt denken aan Italië. Awesome. Zo, ik ben weer helemaal klaar met alles wat ik moest doen. Ik ga nu op weg naar huis. Ik ga eten, want ik heb vet honger. Ik heb per ongeluk een stukje brownie gegeten. Dus ik was al helemaal, oh sorry Esther, ik heb brownie gegeten. Maar er stonden van die samples in die biologische winkel. En omdat ik zo bezig was met al die vegan food daar, dacht ik gewoon, oh dat kan ik wel eten. Maar nee, er staat melk in, helaas. Dus I'm a cheater today, oh my god. Maar goed, ik ga me er nu netjes aan houden. Ik ga nu naar huis wat eten. En dan zie ik jullie zo meteen wel. Ik ben thuis, ik smelt weg. Het is freaking warm hier wel. En ik heb ook nog een lange broek aan. Nou, dat heb ik al een hele tijd niet meer gehad. Oeh. Anyways, ik heb honger. Ik ga wat eten maken en ik heb iets gekocht. Iets vegans, maar het is gewoon te koop bij de Albert Heijn. Het zijn die cinnamon rolls. Die zijn blijkbaar ook vegan. Ik heb het nog nagecheckt, dus ze zijn vegan. En ik heb ook halve perziken. En nu zag ik laatst op Tasty, my favorite Facebook page, zag ik een video over dat ze dus halve perziken met die cinnamon rolls doen in de oven met wat iets overheen gedrizzeld. En ik heb natuurlijk vegan soy ice cream. Dus ik ga mezelf fucking hard treaten op een hele lekkere, simpele lunch met cinnamon buns, peaches en ice cream. Een bolletje, een klein beetje, maar gewoon voor de smaak, want... Ik wil vanavond natuurlijk ook iets kunnen snacken of zo.
Maar goed, dat ga ik doen. Jullie zien het eindresultaat wel. Kijk hoe freaking tasty dit eruit ziet. Letterlijk tasty. Het is persik of nectarine of whatever. Met kaneelbroodjes en soja vanille ijs. Oh my god, I can't wait to eat this. Hallo, ik ben eindelijk onderweg. Ik ga op missie om dingen te zoeken voor de fotoshoot. Dus dat ben ik nu aan het doen. Oh, en het stinkt altijd zo in de Jumbo naar vis. Maar goed, ik ben op missie. Zie jullie straks. Stel je voor dat iemand het zo pakt en per ongeluk het zo overdoet. Ja, of dat iemand het laat vallen. Weet je hoe freaky? Dan springen die hier gewoon allemaal krekels. Of zijn dit krekels? Dit zijn krekels, geen springkanen. Wat zijn dit? Het lijkt op poep. Dit zijn lekker maden. Leven deze ook nog? Yep. Eww, kijk nou. Niet boven mijn hoofd, jongen. Het gaat het open. Deze is open. Oh. Eww. Mijn oom doet wel stoer, maar stiekem. Oh, kleine beestjes. Cavia's, trauma. Wat zit hierin dan? It's empty. Oh, so fluffy. Cute. Zo, ik ben weer thuis. Ik ga meteen eten maken. Wow, mijn haar. Oh my god. Ik ga meteen eten maken, want ik heb echt vet honger. En het is echt al 9 uur. Ik weet nog niet precies wat ik ga eten dan. Want ik had helemaal in mijn hoofd dat ik rijst zou maken met paprika en weet ik wat allemaal. Maar ik heb ook nog de rijstmelkroom. En ik heb cashews gehaald. Dus wie weet maak ik wel die alfredo of zo. Want ik heb ook kipstukjes. Maar dan vegetarisch of veganistisch. Whatever. Ik ga in ieder geval iets in elkaar flansen. Ik ga mijn gezicht wassen. En dan ga ik in chill mode. Want ik ben helemaal gaar. We hebben gelukkig wel iets gevonden wat we konden gebruiken. Maar niet heel erg veel. We hebben al die steentjes geprobeerd. Het was echt een ware zoektocht. En ik ben helemaal op gewoon. Dus ik ga lekker chillen. En jullie horen me later wel weer. Nou, ik heb eten gecreëerd. Ik heb gewoon dezelfde soort noedels. Nou ja, eigenlijk een ander soort noedels. Ik heb nu Thai noedels met een ander soort saus. Die andere waren teriyaki. Deze zijn Thai of zo. Anyways, ook vegan. Broccoli, snijbonen, veldsla en avocado zit erin. En een beetje zonnebloemolie, gewoon om het wat vochtiger te maken. En zout. Klein beetje Himalaya zout. That's it. En ik ga denk ik New Girl kijken, maar hij staat nu op Star Wars. En dan is het ook nog tijd voor een lekker toetje. Ik had expres een beetje overgelaten vanmiddag. Zodat ik het lekker ook als toetje kon eten met wat meer ijs. Dus yummy. Het is echt zo lekker. Het is echt een aanrader. Serieus. Go do this, people. It's fucking lekker. Een hele goede nacht. Ik weet eigenlijk niet of ik al had gezegd dat ik naar bed zou gaan. Maar ik lig in bed. Dus hoi. Ik heb vandaag nieuwe Labello gekocht voor naast mijn bed. Deze. Het is Labello Soft Rose of Rosé. Maar ik weet niet. Volgens mij geeft het wel een beetje kleur af.
ik weet het niet. Het ruikt in ieder geval vet lekker. Het is heel subtiel. Maar het ruikt een beetje naar vanille of zo. Het is echt nice. Het ziet echt vet weird uit. Maar het was de tweede gratis. Want ik had het echt nodig. Want eigenlijk hou ik niet van Labello. Of andere merken lippenstaf. Maar ik moet gewoon echt wat hebben. Want mijn babylips is bijna op. En die vind ik nooit chill. Die heb ik nooit chill gevonden. Even serieus. Als ik het opdoe, dan proef ik gewoon meteen die lippenbalsem. En het is zo nasty. Ik krijg maar zo'n kriebel in mijn keel ervan en zo. Ja, nee, die heb ik nooit chill gevonden. Maar ik heb zoiets van, ik gebruik het wel. Want anders dan is het zonde van mijn geld. Maar die is gelukkig bijna op. Maar, dus ik had echt nieuw nodig. En ik had er sowieso eentje nodig voor hier bij mijn bed. Omdat die van de Flying Tiger op is. En dat is echt mijn favoriet. En ik hoop echt dat ze het nou weer een keertje hebben binnenkort. Elke keer als ik de stad inga, dan ga ik daar naar binnen om te kijken of ze het hebben. Maar ze hebben het steeds niet. Het is echt vet irritant. Maar goed, los van dat. Ik heb dus nieuwe. En deze voelt op zich ook wel fijn. Maar het is toch niet wat ik wil. Ik zie wel hoe het er morgenochtend op zit. Want die andere is dus zo dat als ik het nu opsmeer, dat het morgenochtend nog steeds erop zit. En bij deze weet ik nog niet. Dus dat merk ik zo meteen wel. Of morgen. Wat heb ik verder nog te vertellen? Het is 2:15. Dus het is op zich nog wel een beetje normale tijd voor mij doen dan. Maar het is toch wel weer een beetje laat. Kansloos. Oké, nou in ieder geval. Ik ga de vlog afsluiten. Want ik heb verder niks te vertellen. En dan kan ik gewoon lekker chillen. Ik ga nog even Dr. Sandra Lee kijken als ze een nieuwe video heeft. Dus ik wens jullie een hele fijne avond. Een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen weer. Voor een nieuw avontuur. Slaap lekker.